Haal het beste uit je thuiswerkplek door het bekijken van dit instructiefilmpje. Je hebt gekozen voor de thuiswerkplek met de Arend 2020 bureaustoel. Deze werkplek is nu bij je geleverd. Samen met jou nemen we de verschillende instellingen door. Het instellen van de zithoogte en de zitdiepte. Met de knop rechts voor onder de zitting stelt u de hoogte in. Stel de hoogte zo in dat de heupen net hoger uitkomen dan bij de knieën. Met de knop midden onder de zitting stelt u de zitdiepte in. Stel deze zo diep in dat er een minimale ruimte overblijft tussen het einde van de zitting en bij de kuiten. Het instellen van de armlegger. De hoogte van de armlegger stelt u zo in door uzelf uit te strekken los van de rugleuning. De elleboog mag de armpet net niet raken. Door de knop onder de armpet in te drukken kunt u de juiste hoogte instellen. Wanneer u met de rug weer tegen de leuning gaat zitten, worden de onderarmen net ondersteund. Voor de fijne afstemming van de armpet, armlegger, kunt u deze vastpakken, naar binnen, naar buiten draaien of naar voren en naar achter schuiven. Zo kunt u de juiste instelling altijd vinden. Het instellen van de losse stand en de weerstand. Voor het instellen van de losse stand van de stoel, waar de voorkeur naar uitgaat, trekt u de knop links voor onder de zitting uit. Hierbij heeft u de losse stand. Om de juiste tegendruk te bepalen, kunt u het schuifje links onder de zitting schuiven, de grote bolletjes meer weerstand en in de richting van de kleine bolletjes minder weerstand. Zorg voor een prettige balans. Om de lendensteun op een goede hoogte in te stellen, reikt u met beide handen naar achteren. U schuift de pet omhoog of omlaag. Zorg ervoor dat de juiste druk op de rand van het bekken onder rug zit. Hierbij heeft u de juiste ondersteuning. Wanneer je de instellingen van de stoel hebt gedaan, schuif je aan het bureau. Zorg ervoor dat je nu het bureau zo hoog instelt dat dit gelijk uitkomt met de hoogte van de armlegger. Schuif muis en toetsenbord dichterbij. Plaats het beeldscherm ongeveer op een armlengte afstand. De hoogte bovenzijde ooghoogte, of kijk er net overheen, en kantelt het beeldscherm licht onderuit. Wanneer je regelmatig moet bellen, gebruik dan je headset of je oortjes. Goedemorgen, Randstad met Anneleen. Kan ik u helpen? Heb je gekozen voor een zit-sta-bureau? Dan zijn hier ook nog een aantal aandachtspunten. Stel het bureauhoogte zo in dat dit gelijk komt met de elleboog-hoogte. Ga recht voor het beeldscherm staan. Plaats deze ook weer op ongeveer een armlengte afstand. Bovenzijde van het beeldscherm op ooghoogte. Kantel het licht onderuit. Let erop dat je tijdens het staan je knieën niet op slot zet. Sta op twee voeten en zorg ervoor dat de schouders ontspannen zijn. Veel plezier met je nieuwe thuiswerkplek.